Wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van de Happy Financial. Vandaag ga ik een nieuwe tool met jullie bespreken en dat is de Nibud Bewaarwijzer. Ik ben heel erg benieuwd hoe die werkt, dus kijk vooral even mee. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dan krijg je iedere week een nieuwe video van de Happy Financial. Voordat we verder gaan met mijn review van de Nibud Bewaarwijzer, wil ik heel graag even gezegd hebben dat ik deze video niet maak in samenwerking met het Nibud en dat het volledig eigen initiatief is. Niet dat het uit zou moeten maken, maar ik wil het wel graag even gezegd hebben. Ik krijg echt heel veel vragen over je administratie bijhouden, hoe je dat het beste kunt doen, of je alles digitaal mag doen, wat je dan nog op papier moet bewaren, hoe lang je bepaalde dingen moet bewaren, hoe je een mappenstructuur het beste op kunt zetten. Dus ik dacht, ik ga de Nibud Bewaarwijzer eens uitproberen en kijken of dat heel erg gaat helpen in het bewaren van je administratie en het overzichtelijk houden van je administratie. Dus waar ik het met jou over wil hebben in deze nieuwe video is, wat is de Nibud Bewaarwijzer, hoe werkt deze tool en wat vind ik er nu van? En zoals jullie weten ben ik altijd heel erg eerlijk in mijn reviews over bepaalde tools. Dus laten we gaan kijken naar wat het precies inhoudt. Op nibud.nl kun je gratis de tool Bewaarwijzer invullen. En dat is een tool, ik zal even een linkje hieronder zetten hoe je er komt, die je gewoon online kunt invullen. En het is echt een tool om te kijken welke documenten je hebt en waar je ze bewaart om op die manier een overzicht te krijgen. In het overzicht staat vervolgens ook waar je de documenten bewaard hebt en welke acties je moet ondernemen. En op het moment dat je alles hebt ingevuld, en dat is wel even wat werk, dan krijg je een totaal overzicht van alle documenten waar je ze hebt en wanneer je weer actie moet ondernemen. Dus dat is heel erg handig, dat kun je gewoon printen naar PDF en eventueel uitprinten of weer opslaan. Moet je wel weten waar je het opslaat, maar goed, dat is iets anders. Hoe werkt nu deze Nibud Bewaarwijzer? Je gaat heel eenvoudig naar nibud.nl en daar klik je op de Bewaarwijzer. Eerst komen er een vijftal voorloopvragen. De eerste gaat over je huishoudsamenstelling. Dus gaat het om jou alleen? Ben jij met een partner? Heb je een gezin? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag gaat over je loon. Dus hoe jij je salaris binnenkrijgt. Ben je in loondienst? Studeer je nog? Ben je met pensioen? Ben je eigen ondernemer? Dat is vraag 2 die het Nibud graag voor jou wil weten. Diezelfde vraag moet je ook weer invullen voor je partner. Dus is je partner met pensioen? Werkt hij in loondienst? Heeft hij een eigen onderneming? Studeert hij nog? Dat is even vraag 3. En dan de vierde vraag gaat in over je woning. Dus heb je een huurwoning? Heb je een koopwoning? De vijfde en laatste vraag die ze van jouw persoonlijke situatie willen weten is of jij een auto, scooter of bromfiets hebt. Ja of nee? Dus dat zijn 5 hele eenvoudige voorloopvragen en op basis daarvan ga jij documenten invullen in jouw documenten. Vervolgens ga je naar het volgende tapje en daar zie je dus alle documenten. Die gaan per categorie, moet je een aantal dingen invullen. Het zijn de volgende categorieën, het is echt een hele lijst. Het gaat over je inkomsten, toeslagen en overige inkomsten, woning, energie en water, belastingen, lokale lasten, zorg, verzekeringen, kinderopvang en onderwijs, vervoer, abonnementen, internet, tv, telefoon en contributies, betalen, sparen en beleggen, lenen, pensioenopbouw en garantiebewijzen. Dus dat zijn in totaal 15 categorieën, niet heel weinig. En van iedere categorie ga je een aantal dingen invullen. Je vult per categorie in om welk document het gaat. Vervolgens vul je in hoe ontvang ik dit. En daar kun je kiezen uit verschillende opties. Per post, per e-mail of in de mijnomgeving. En dat in de mijnomgeving gaat dan om stukken die je bijvoorbeeld van de overheid krijgt. En vervolgens geef je aan hoe je ze bewaart. Bewaar je het in een ordner, in een map in de mail, map op de computer of in de mijnomgeving of anders. En vervolgens krijg je een categorie voor opmerkingen. Heb je nog een stukje waar je je opmerkingen kunt plaatsen, waarin je eigen opmerkingen erbij kunt zetten. Ik heb dat heel weinig gedaan, moet ik eerlijk zeggen, maar goed. Je kunt met het plusje kun je meerdere dingen aangeven. Dus op het moment dat je denkt van nou, ik heb en een jaaropgave en een contract, dan kun je met het plusje aangeven dat het om meerdere documenten gaat. Op het moment dat bepaalde dingen toch niet voor jou van toepassing zijn, je moet natuurlijk aan het begin wel die 5 voorloopvragen invullen, zodat ze jouw persoonlijke situatie zoveel mogelijk kunnen toespitsen. Maar bijvoorbeeld een stukje over toeslagen en overige inkomsten staat er altijd in. Maar het kan best zijn dat jij die helemaal niet krijgt, dus op dat moment kun je zeggen van nou, het is niet van toepassing en dan ga je door naar de volgende vraag. Het mooie is ook dat ze per categorie of in bepaalde categorieën voorbeeld documenten opgeven van hey, denk bij elektriciteit bijvoorbeeld aan je jaarcontract elektriciteit van je jaarafrekening elektriciteit. Want het zijn natuurlijk op een gegeven moment zoveel documenten die je moet gaan invullen dat je ook gewoon niet meer weet
wat er allemaal bij hoort. Want het is echt wel een hele volledige lijst. Ik moet eerlijk zeggen dat er stukken tussen zaten waarvan ik dacht, oh ja, die heb ik ook nog. Die ik anders, als ik dit zelf had moeten doen, echt volledig vergeten was. Dus wat dat betreft is het echt een duidelijk en overzichtelijk overzicht wat je krijgt door deze bewaarwijzer. Wat vond ik nu van de Nibud bewaarwijzer? Nou, allereerst, je hebt echt een totaal overzicht. Je hebt een totaal overzicht van de documenten die je hebt en waarschijnlijk nog veel meer dan waar je zelf over nagedacht zou hebben op het moment dat je zo je administratie bij elkaar zou gaan halen. Dat komt natuurlijk ook omdat ze voorbeelden geven bij de verschillende categorieën. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen en dat heel erg veel inzicht gaat geven van, oh ja, die documenten heb ik bijvoorbeeld ook nog. Dus dat vind ik echt een super iets van deze bewaarwijzer. Je hebt ook een totaaloverzicht waarbij staat van, nou, ik heb mijn documenten in de map zitten, ik heb mijn documenten in de mail zitten, zodat je veel sneller die documenten bij hebt gezorgd op het moment dat ze nodig zijn. Dus als iemand zegt van, heb jij je UPO van je pensioen, dan weet je zo waar je die moet kunnen zoeken. Dan weet je zo, ik heb die in de mail zitten of ik heb die in de mijnomgeving zitten. Het scheelt je heel veel zoekwerk. Natuurlijk wil het wel zeggen dat je het allemaal nu hier in dat bewaarwijzeroverzicht moet zetten. En dat is wel even wat werk. Ik ben er in totaal ruim 2 uur mee bezig geweest om het allemaal in te vullen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn administratie best wel op orde en ik had best wel snel alle documenten. Dus ik heb niet heel veel verschillende plekken waar het allemaal staat. Ik heb of een map, of een digitale map, of een mijnomgeving. Dus wat dat betreft is het bij mij eerlijk gezegd best wel overzichtelijk. En ik denk dat als je dat niet zo overzichtelijk hebt en je weet zelf niet waar je alle stukken hebt liggen, dat dit wel echt heel erg veel werk gaat kosten. Maar op het moment dat je het gedaan hebt, heb je wel de totaaloverzicht en weet je wel beter waar je alles kunt vinden. Dus het is echt een investering in tijd die je even moet doen. Wat ik ook heel erg jammer vond van deze Nibud bewaarwijzer was dat het niet heel specifiek op ZZP'ers is toegespitst. Een van die eerste 5 voorloopvragen ging erover hoe jij, of jij loondienst bent of dat je ZZP'er bent. En op het moment dat je dat aankruist, krijg je geen extra vragen voor het ZZP'erschap. Dus of je, hoe je je administratie kunt inrichten en waar je je administratie hebt staan, waar je je KVK-inschrijving hebt, je BTW-gegevens, dat soort dingen, die staan er dan weer niet in. En dat was dan wel weer echt leuk geweest als dat wel was geweest. Wat ik nog ook heel erg jammer vind van de nieuwe bewaarwijzer is dat ze niet echt tips geven over het bewaren. Dat is misschien iets wat ik volledig onterecht had verwacht. Want ze schrijven er natuurlijk wel voldoende over op het Nibud zelf. Maar in deze bewaarwijzer staan geen tips over hoe je dingen het beste kunt bewaren. Of hoe je bepaalde dingen makkelijk kunt terugzoeken. Het is echt een tool om ervoor te zorgen dat jij weet waar je je eigen spullen hebt liggen. En zodat jij een totaal overzicht hebt waar jij je documenten hebt bewaard. En dat is even goed om te beseffen aan de voorkant. Dus dat dit echt een tool is om ervoor te zorgen dat jij dat totaal overzicht krijgt. En niet zozeer om jou tips te geven over hoe jij je administratie het beste kunt inrichten. Natuurlijk heb ik daar wel blogs over geschreven. Dus die kun je wel even nalezen hieronder. Doe dat ook vooral, want daarin leg ik heel eenvoudig uit hoe je je administratie makkelijk kunt bijhouden. En wat je allemaal moet bewaren. Hoe lang je bepaalde dingen moet bewaren. En wat je dan digitaal of op papier mag bewaren. Al met al denk ik dat het een heel duidelijk totaaloverzicht geeft van je administratie. Dus waar je bepaalde documenten hebt en welke documenten je allemaal hebt. Dus op het moment dat je ze dan moet opzoeken, je ze ook echt heel snel gevonden hebt. Het kost wel even wat tijd om te doen. En het is jammer dat het niet voor ZZP'ers specifiek gemaakt is. Maar ik denk zeker wel de moeite waard om een keer te proberen. Laat mij vooral heel even weten of jij dit al ooit gedaan hebt en of er nog andere dingen zijn waar jij tegenaan loopt. Ik ben heel erg benieuwd. Vergeet niet te liken en te abonneren, want dan krijg je iedere week een nieuwe video van de Happy Financial. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken.